Mohamed Rey, Sparta, FC Twente. Een do-or-die wedstrijd. Sprak net ook met Lars Veldwijk. Het is druk, hè? Er is heel veel pers aanwezig. Beseffen jullie dat ook? Ja, tuurlijk. Het is een belangrijke wedstrijd. Het is erop en vooronder. Als we winnen, dan is het gaat 5 punten. En als we verliezen, is het 11 punten. En dan moet je wel realistisch zijn dat je vol moet gaan focussen op de na-competitie. Dus ja, morgen is een hele belangrijke wedstrijd. Dat is wel hard gelachen, want ja, Sparta, kampioenskandidaat nummer 1, werden jullie gebombardeerd. Hè? Misschien wel terecht, ook aan het begin van het seizoen. En nu is gewoon de realiteit, ja, winnen of anders is het afhaken. Klopt. En we hebben de laatste 5 weken heel veel punten verloren, onnodige punten verloren. En daardoor heb je nu een achterstand opgelopen. En ja, daarom is het morgen zaak om het recht te trekken. En ook gewoon om het goede gevoel terug te krijgen. En om Twente dichterbij te houden. Dus ja, wordt een cruciale wedstrijd. Hoe kwam dat volgens jou, dat de laatste weken ja, iedere keer gelijk gespeeld? Hè? Dat is ook ja, apart, jullie verliezen niet, maar ja, je schiet er eigenlijk niet zoveel mee op. Nee, klopt. We kwamen 2 keer op 2-0 voorsprong en we geven 2 keer een 2-0 voorsprong weg. En 1 keer speel je 3-3. Dus ja, goals maken we wel genoeg, alleen we krijgen er gewoon heel veel tegen. En dat is iets waar we aan moeten werken, maar ja, we hebben nog een lange weg te gaan. En ik hoop dat we vanaf morgen die goede start kunnen vasthouden. Ja, jullie lijken het in fases van wedstrijden, eigenlijk heel het seizoen al, lijken jullie er gewoon helemaal kwijt te zijn. En dan gaat eigenlijk alles verkeerd. Ja, nu was het tegen Volendam aan het eind van de wedstrijd, waardoor jullie ja, dat komt ook niet meer recht zetten. Wat jullie ook nog wel eens doen, maar ja, Henk Vrezen die zei, ja, het lijkt wel alsof mijn spelers niet herkennen van, oké, nu moeten we gewoon maar, schiet dan maar de ballen uit of weet je wel. Vind je dat ook? Nee, ik denk niet. Kijk, tegen Volendam speel je gewoon een hele goede 75 minuten. Maar als we daarna de 1-2 tegen krijgen, dan zie je dat er gewoon paniek is. En dat is iets wat wij moeten leren. Dat we gewoon die voorsprong met z'n allen gewoon vast moeten houden. En ja, dat is gewoon iets waar we aan moeten werken. Ja, dat is logisch toch? Dat wil iedere voetballer. Als je 2-1, ja, dan wil je niet dat het 2-2 wordt. Maar bij jullie is het wel heel vaak aan de hand. Klopt, de laatste week is dat gewoon opvallend vaak. En ja, ik weet niet waardoor het komt. Is het trainbaar? Kunnen jullie daarop trainen? Want ja, het lijkt wel iets mentaals te zijn. Ja, dan kan je wel tegen jullie zeggen, jongens, let op. Maar ja, als jullie het niet uitvoeren. Ja, klopt. Kijk, je moet gewoon meedogenloos zijn. Zoals wij voorin de goals moeten maken, moeten we achterin gewoon de muur dicht houden. Alleen, de laatste weken gebeurt het niet. Maar ik hoop dat het gewoon een fase is. We hebben ook gewoon een periode gehad dat we juist van een achterstand terugkwamen. Dus ik hoop dat deze periode snel voorbij is en dat we allemaal gaan erkennen dat het om de prijzen gaat. En daarom zeg ik, hoop dat we daar morgen mee een start kunnen maken. Welke rol is er voor jou morgen weggelegd? Dat weet ik niet. Weet je wel? Nee. Dat moet je aan de trainer vragen en daar gaan we morgen Twente mee verrassen. Maar ja, ik hoop gewoon weer zoals al. Verrassen? Dus je staat linksback of zo? Nee, linksback sta ik niet, want daar heb je niks aan mij. Maar ja, ik hoop gewoon morgen weer mijn rol te kunnen invullen zoals ik het afgelopen half jaar heb gedaan. Goals, assists maken en morgen gewoon mee doorgaan en in een cruciale wedstrijd gewoon beslissend zijn. Ik zag Henk Vrezen net op de training, die werd boos. Die werd heel boos, hè? Die zei van jongens, als jullie nou niks van gaan hebben geleerd tegen bepaalde spelers, is dat ook wel wat jullie nodig hebben? Ja, iedereen moet gewoon kritisch naar elkaar zijn en iedereen is wel zelf kritisch. Maar we hebben toch nog wel gewoon dat we elkaar gewoon moeten aan kunnen spreken van wat wel niet goed is. Maar ik denk dat het wel veel beter gaat dan het begin van het jaar. Alleen het kan nog wel beter. En vooral nu het om de prijzen gaat, moet je elkaar gewoon de waarheid kunnen vertellen. En dat is iets wat wij ook met z'n allen kunnen leren, omdat we ook een jonge groep hebben. Sommige jongens nemen dat dan niet aan. Als bijvoorbeeld, als jij wat tegen iemand zegt van jongen, kom op harder in je duels of laat je niet zo kennen, dan wordt er misschien een beetje boos op gereageerd. Jawel, iedereen neemt het wel aan, maar het gaat erom dat te weinig wordt gezegd naar elkaar toe. En dat is denk ik omdat we gewoon een hele goede band met elkaar hebben, dat we elkaar niet de waarheid durven vertellen. Maar ik denk dat het juist wel moet. Als je echte vrienden moeten elkaar gewoon de waarheid kunnen vertellen. De band is zo goed dat jongens elkaar geen ruzie met elkaar willen hebben. En dat is iets wat wij moeten verbeteren. Want soms moet je gewoon de waarheid zeggen om iemand beter te kunnen maken. Ja, want voetbal is een spelletje, maar ja, jullie moeten wel kampioen worden. Want ik was op de nieuwjaarsinscriptie. Ja, en die zeiden wel, ja, Sparta moet wel kampioen worden, want wij zijn eigenlijk nog een eredivisieclub. Dus dan kan je wel leuk met elkaar omgaan, maar ja, de punten moeten wel gehaald worden. Ja, klopt. Sparta hoort ook gewoon in de eredivisie en daar gaan we ook alles aan doen. En als het geen kampioenschap is, dan gaan we via de na-competitie promoveren. Dus we gaan er gewoon alles aan doen en we hebben ook gewoon de kwaliteit en het team voor, alles klopt. Dus ja, het moet gewoon gebeuren. Ik ben wel heel erg benieuwd nu naar
naar de verrassing uit de Hoge Hoed van jou morgen waar je gaat spelen? Nee, ik weet niet of het een verrassing is. Ik zeg het een verrassing voor de mensen. Misschien speel ik rechtsback, misschien linksbuiten, misschien op 10. Keeper? Misschien zit ik op de bank. Keeper, kan je dat ook? Keeper kan ik ook. Misschien zit ik wel op de bank, we weten het niet. Dus we zullen morgen om 8 uur, zal iedereen het zien.